Hallo, kijkers van IT. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect. De vorige week ben ik hier gebleven waarbij we volgens mij deze cellblok hebben afgemaakt. Dus dat is echt helemaal top. We hebben ook 200 gevangenen. Of 200 gevangenen, 200 bewakers. En 600 gevangenen binnenkort. En eens even zien wat we vandaag gaan doen. Misschien het gebied nog even wil uitbreiden. Of ik wil gaan beginnen met de dode cellen. Dat zal natuurlijk ook wel interessant kunnen zijn in het bedrijf te regelen. Dat is ook wel even handig om te hebben. Zo. Dus dan gaan we gewoon beginnen met de dode cellen. Dat lijkt me ook wel even verstandig. Ik ga dus ook eventjes een aantal blauwdrukken regelen. Even zien, waar zullen we die dode cellen gaan bouwen? Niet hier, want ik wil dit gebied nog uitbreiden. Misschien kunnen we het wel hier doen. Dus gewoon speciaal. Speciaal naast het mortuarium gewoon dode cellen. Ja, dat is perfect. Oh, okay. Even dit beter maken. Zodat echt hier gewoon een gangetje kan worden. Oké, dode cellen. Ik wil ze wel een beetje luxe hebben, dus ja. Gaan we gewoon even zien. Ik denk dat 9 bij 9 wel ongeveer goed is. Even zien, mortuarium. Maak ik deze gang tot hier en dan komt hier nog een ingangetje en hier een ingangetje. Hier een deur. Hierheen en hierheen. Gaan we ook gewapende wakers hier laten lopen. Of nee, dit doe ik even anders. Doen dit gewoon zo. Gewoon twee dode cellen hier. En dan hebben we hier gewoon een gang. Richting de executieruimte. Komt hier de executieruimte. We hebben gewoon 4 dode cellen, dat lijkt me wel handig. Zullen we deze rond ook bij 17 maken, gewoon lekker vierkant. Ja, waarom ook niet. Ik ga ook eventjes nu een grondig onderzoek even regelen. Oké, ik denk dat dit wel even een goed start is. Executieruimte die zou ik nu dan niet kunnen maken, denk ik. Of wel? Staat ie. Oh, fuck. Ik moet even aan het kijken, waar staat die executieruimte? Ik weet niet. Dat er nog wel bij komt. Zou ook nog kunnen.
Ik ga in ieder geval eventjes de verdering op ons aanleggen. Hier een personeelsdeur. Really, heb ik dit ding nog geglitcht? Oké, dat is irritant. Dus dan kan ik zeker ook niet verslepen of wel. Nou ja, dan moeten we er volgens mij weer mee verregelen. Oké, deze wil ik eventjes op een aparte stroom zetten. Okay. Okay, dan ga ik ook eventjes zien. Zo, 4 bewakers, gewapende zelfs. Nu even deze muur regelen, tot zover ik kan. Oké, hoppakee. Ja, nu staat hij erbij. Op afstand bedienbare deur. Zullen we die gewoon doen? Omdat het best wel gevaarlijke criminelen zijn. Deursysteem.
Oh ja, daar moet er wel een server aan zitten. Dodencellen zijn nog niet beschikbaar, maar dat komt vanzelf wel. Oké, deze die verbind ik eventjes. Oké, cellen. En daar gaat een bed in. Er gaat een douchekop in. Stoel in het bureau. Een toilet komt hier naast, want dan kunnen ze ook gelijk naar de wc. Een boekenplank. Doe die dingen er ook maar even in. TV'tjes. Miste nog iets? Oh, een radiootje erbij. Dicht bij het bed. Misschien is het handig om ook nog een. Ja, ik weet niet of ik genoeg ruimte daarvoor heb. Oh, maar ik heb wel heel wat geld, dus dat scheelt. Hier ook nog lekker stoelen. Zo heeft een mooie stroom erop aan. En dan gaan we het alweer nog even als eerste ook nog eventjes een houten vloer ervan maken. $9.000. Oké, dan gaan wij gelijk eventjes deze dingetjes alvast regelen. Aha.
Hey, waarom zit hier een muur tussen? What the fuck? Oh, oké. Okay. Vaag, maar oké. Okay. Nog een beetje money en dan nog eventjes een klein beetje en dan vind ik het wel goed geweest voor deze aflevering. Gewoon een beetje vensters erin douwen. Gewoon van ja, daar gewoon nog eentje, daar eentje. Even lekker ongrondig onderzoek. Kan ook wel mooi bij. Hoppakee. Hey, een tunnel. Oké, maar dit was weer de aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik me weer. Later.